En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de eerste werkdag van de week zit erop. En de eerste werkdag van mijn namen, voornamen. Ik kan nog niet naar mijn woorden komen erdoor. Het is allemaal wat. Nee, de eerste werkdag na mijn vakantie. Dus ik ben vandaag weer begonnen met werken en alles is weer een beetje zoals het oude. Gisteren een beetje een rare vlog. Ik was er nog niet echt helemaal tevreden over. Ik was eerste instantie had ik zoiets van ik ga het niet online zetten omdat het gewoon flutmateriaal was. De kwaliteit was slecht geluid. Veel waaien. En ik kwam niet zoveel uit mijn woorden. Het was een korte vlog. En ik had niet veel te vertellen. Dus ik denk, zal ik het nou uploaden? Zal ik het niet uploaden? Maar ik heb het toch geüpload. Dus vanavond ga ik in ieder geval weer even een stream Grand Theft Auto eruit gooien. Het zal mijn eerste stream worden hier weer op mijn gewone thuisadres na de vakantie. Ik heb in de vakantie heb ik ook nog een livestream gedaan. Was hartstikke leuk. Is een keertje weer wat anders. En nou ga ik dus weer lekker thuis lekker livestreamen. Ik heb tegen Joost gezegd dat hij zijn eigen niet moet verslapen. Want Joost die valt af en toe nog wel eens in slaap. En dan gaan we vanavond even lekker livestreamen. Nou, katjes zijn ook weer blij dat ik weer thuis ben. En ik ben ook wel weer blij dat ik thuis ben. Maar ik vind het ook wel lekker dat ik eigenlijk weer lekker de eerste werkdag gehad heb. En ik was ook wel weer leuk. Het was ook wel weer leuk om mijn collega's weer te zien. Die heb ik ook best wel gemist. Ja jongens, ik heb jullie gemist. Nou, ik ga nog even lekker achter de computer hier. Een beetje wat computerwerk doen voor mijn eigen. En ik ga nog even de vlog van gisteren even uploaden die jullie gisteren gezien hebben. Die ga ik nu even uploaden. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels half twee al. Ik ga naar mijn bed toe. Ik ben het zat. Ja, het is half twee al. Ik heb nog eventjes Grand Theft Auto 5 gestreamd, maar er was niet veel. Ondanks alles toch 1 uur en 17 minuten. Dus het was wel even leuk. Ik heb me eigenlijk toch, ondanks dat er niemand verder was, heb ik me eigenlijk wel vermaakt. En dat is toch het belangrijkste. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Een beetje korte vlog weer. Maar ik was helemaal vergeten om verder te filmen. Ja, normaal doe ik nog even na het eten. En dan nog net even voor het streamen nog even. En dan nog net even na het streamen. Maar ik was gewoon helemaal vergeten om te filmen. Ik denk, oh ja, shit. Ik moet nog een vlog opnemen. Maar goed, dat komt morgenochtend wel goed. Morgenochtend zal ik nog even een stukje filmen. Ik ga nu even in ieder geval lekker naar mijn bedje toe. Ik ben net zat. En ik ga lekker naar mijn bed toe. Anders kom ik er morgen weer niet uit. Gisteren was het ook al laat. En ik wou eigenlijk op tijd naar mijn bed. Maar dat is nu ook alweer niet gelukt. Dus ik ga het weer hangen. En ik spreek jullie morgenochtend nog eventjes. Tot morgenochtend. Zo, en het is inmiddels dinsdagmiddag en wat ik vandaag allemaal meegemaakt heb, dat kunnen jullie morgen pas bekijken. Ja, ik zou eigenlijk vanochtend zou ik even nog een stukje opnemen. Mijn excuus, maar ik heb een beetje druk gehad vanmorgen, dus ik had er niet veel tijd voor. Ik ga lekker even mijn schoen uittrekken. Ik kom net binnen. En wat ik vandaag allemaal meegemaakt heb, dat zien jullie allemaal morgen. Weer een beetje korte vlog. Maar morgen dus, voor jullie, wordt die langer. Dat beloof ik. Nou, de katten zijn weer blij dat ik weer thuis ben. Ja, een dribbel die ik goed nog even van genot. En van de dribbel die knort nog eventjes. En ik zie jullie allemaal morgen. Ben nog niet geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Jullie weten het inmiddels. Doe dat blauwe duimpje de lucht in. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex.
Groetjes allemaal en skabadi, skabadoe, skabadabba, doei!